Succesvolle Oekraïense aanval op Russische zeevloot. Dit en meer in deze video. Ik ben Patrick, het is week 81 van de oorlog. Laten we beginnen. Bij een Oekraïense aanval op een droogdok in Sevastopol, gelegen in de Krim, zijn woensdag twee Russische schepen beschadigd geraakt. Deze twee schepen behoren tot de Zwarte Zeevloot van het Russische leger. Ik zeg overigens wel twee schepen, maar eigenlijk is het één schip en één onderzeeër. Twee vaartuigen zijn het dus. Specifiek betreft het de onderzeeër Rostov-on-Don en het schip Minsk. Beide stonden in een apart droogdok en zijn dus geraakt door raketten. Het is niet helemaal duidelijk welke raketten dit precies zijn, maar het zijn zeer vermoedelijk de van oorsprong Britse Storm Shadow raketten. Op satellietbeelden is onder andere te zien dat vooral het schip Minsk erg veel schade heeft opgelopen. Deze ook waarschijnlijk afgeschreven zijn. Hoe de onderzee eraan toe is, is momenteel niet helemaal bekend. Waarschijnlijk heeft hij evenveel schade. Naast de opgelopen schade aan de twee vaartuigen raakte er ook rond de 24 personen gewond. Duitsland heeft een nieuw militair pakket overhandigd aan Oekraïne. In dit pakket zitten 20 Marder panzerinfanterievoertuigen, 2 Wisent 1 ontmijningsvoertuigen, 20 RQ-35 Hydron verkenningsdrones, als ik het helemaal goed uitspreek, 10 drone detectiesystemen, 1,5 miljoen aan kogels voor vuurwapens en 3 ambulances. Via mijn Patreon kan je beelden zien welke ik niet in mijn video's kan tonen. Ook post ik je nieuws welke de video's niet haalt. Voor slechts 5 euro per maand krijg je toegang tot ongecensureerde beelden. Via deze manier kan je mijn werk supporten. Link is te vinden in de omschrijving. Dan de updates van de Zero Line. Dat is er maar 1 deze week. Ondanks dat er weinig updates zijn, wordt er uiteraard wel hard gevochten. De enige update is te melden vanaf het Bachmoed-front. Hier hebben de Oekraïners eindelijk Andriivka weten te bevrijden van de Russen. Nu is Andriivka letterlijk niet meer dan 2 straten met wat gebouwen eraan. Of, nou ja, dat was het eigenlijk. Deze foto laat zien hoe Andriivka er nu bij ligt. De Russen zijn inmiddels verdreven tot over deze spoorlijn, richting de bomenlijn en waarschijnlijk net ietsjes verder. Ook een stukje verderop, nabij Klishivka, is er progressie. Het halve dorpje is inmiddels weer in handen van de Oekraïners. Er was eerst ook een onofficiële melding gemaakt dat dit dorpje tegelijkertijd met Andriivka was bevrijd. Dit is echter niet bevestigd door officiële Oekraïense of Russische bronnen. Wel verwacht ik dat dit dorpje ergens in de loop van volgende week in handen zal zijn van de Oekraïense strijdkrachten. En dan als laatste gaan we alweer naar de statistieken. Links de cijfers van vorige week, rechts die bijgewerkt tot en met vandaag. Zoals gebruikelijk heeft Oekraïne zelf ook verliezen. Deze worden echter niet publiekelijk geopenbaard zolang de oorlog nog gaande is. Dit was het dan voor deze week. Mocht je nog een Telegram account hebben, dan zijn deze 3 accounts toch wel het volgen waard. Ze zijn wel Engelstalig, maar gelukkig hebben we Google Translate. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.